Good morning, welkom bij deze weekvlog. Ik heb het natuurlijk al een paar keer gedaan en ik heb al vaker echt YouTube video's en zo gemaakt. Maar toen ben ik weer een beetje gestopt. Ik was gewoon echt nog steeds heel veel aan het werk. Dus het is een beetje erbij ingeschoten eigenlijk. En nu wil ik het eigenlijk gewoon weer oppakken. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon lekker filmen. Ik ga jullie lekker meenemen. En we zien wel hoe het loopt. Ik ga gewoon een beetje mijn week filmen. En ik ben gewoon verder de hele week aan het werk. Nou ja, morgen ben ik toevallig vrij een dagje. Dus dat is heel erg lekker. Maar verder ben ik eigenlijk heel de week aan het werk. Maar ik ga jullie toch meenemen van begin en het einde. Als ik klaar ben met werken. Of als ik vrij ben. Of in het weekend. Wanneer ik ook werk. Maar dat ik misschien naar deel ga of zo. Dus ik dacht, ik ga jullie gewoon meenemen. Ik heb me zojuist klaargemaakt. Even een make-upje gedaan. Niet heel spannend. Ik heb mijn haar even gesteld. En ik ga me even aankleden. Dan even ontbijten. En dan ga ik alweer naar Zwolle toe. Ik zit alleen echt te twijfelen. Want het regent. Nou ja, ik haat regen. Ik denk, wie is niet met mij? Maar oké. Dus ik zit te twijfelen om de bus te pakken. Maar we hebben een beetje een rare busregeling. Dus ik kan een bus pakken. En dan ben ik om, moet ik om 10:30 de bus. En dan ben ik om 11:45 kom ik dan aan op station. En om 10:30 gaat de trein weg. Risicootje. Of ik moet rennen. Dus wordt een beetje lastig. Maar waarschijnlijk ga ik toch het risico nemen. Ik ga alleen wel ondertussen even buienalarm en alles in de gaten houden. Want stel, het gaat wel op geen stop met regenen. Kan ik net zo goed fietsen natuurlijk. Dus dat, ik ga even een outfitje uitzoeken. En klaarmaken, dan lekker ontbijten en ik ga jullie lekker meenemen deze week. Ik heb me klaargemaakt, ik heb even een lipstick nog opgeknald, is Velvet Teddy van MAC. En ik heb verder deze blouse aan, deze is van Stradivarius, ketting is van de Edit Studio. Dan heb ik een sport BH van Calvin Klein eronder, Adidas trainingsbroek met die knopen aan de zijkant en mijn Nike's. En dit gezellige vintage tasje. Dus dat is eigenlijk een beetje de look. Nu ben ik verder even mijn tas pakken met even de spullen die ik nodig heb voor vandaag. En dan ga ik lekker ontbijten. Ik heb ook echt super veel honger. Dat is echt niet te doen. Dus dat, ja. En want waarom ik ook deze heerlijke gezellige outfit aan heb, is gewoon I like it. Maar ook, ik ga even een Insta-foto proberen te maken. Dus ik moet even mijn statiefje meenemen en zo. Dus ja, het is alleen wel echt scheid weer omdat het dus regent. Dus ik hoop dat het droog is straks als ik in Zwolle ben. En dat ik dan nog een fatsoenlijke foto kan maken. Dus dat, ja, ik het beste. Goed verhaal, hè? Ja, dat dacht ik. Nee, het werkt even niet om nu zo te vloggen en de spullen te pakken. Dus ik ga spullen pakken en dan ben ik zo weer terug. Ik ben aangekomen in het regenachtige Zwolle. En het is gelukt met de bus. Gelukkig. Hij was echt mooi op tijd. Dat scheelt, ik had net de camera weggelegd. En ik kwam al meteen aan. Dat was perfect. Ik moet ook de camera even een beetje onder de paraplu houden. Deze heb ik net gekocht even bij de ezels. Want het is echt. Ik dacht, ik ga niet hier met de sjaal over mijn hoofd in blijven lopen. Dus vandaar even gekocht. Het regent dus nog steeds. Helemaal kut. Yes. Dus ik heb wel een idee dat ik ergens onder kan staan om misschien een foto te maken. Zodat ik droog blijf. Maar we gaan het even zien. Dus ja, het is top. Goede dag uitgekozen ook. Maar mijn outfit is zo heerlijk. Ja, ik moet er gewoon een foto mee hebben. Dus ja, ook lekker wankelig beeld dit. Oké, dus nou, ik ga de regen verder trotseren. Oké, de Insta-foto maker is gelukt. Gelukkig. Hij is echt vet leuk hoor. Dus die ga ik zo plaatsen. Ik heb net voor alle collega's en mezelf heb ik even lekker een tompoesje gehaald. Ik dacht, het is regenachtig. Het is gewoon grauw. Het is saai. Laat ik even iedereen lekker verwennen met een tompoesje. Dus die heb ik heerlijk even gehaald. En ja, dat eigenlijk. En ik ben nu bij de winkel en gaan we zo lekker werken. Dus ik ga even die foto plaatsen. En wacht, ik ben heel erg vroeg. Dus het is gewoon wachten op de rest. En dan lekker werken en lekker beginnen met een tompoesje. Goedenavond. Het is een tijdje later. Ik ben alweer een tijdje thuis. Het is nu 9:55. Op de achtergrond hoor je vlog van Romy. En dus ik ben lekker de hele avond gewoon aan het chillen, YouTube kijken, alles.
Ik heb lekker gegeten en het werk was gewoon super chill vandaag. Het was gewoon een lekker dagje. Dus dat is super fijn. En ik vind het zo lekker. Dit is een soort van weekendavond voor mij. Omdat ik natuurlijk morgen vrij ben. Dus het voelt echt een beetje... Ja, ik weet niet, het klinkt heel raar. Maar het voelt echt een beetje alsof ik nu een weekend heb of zo. But I love it. Dus dat. Ik heb even lekker deze trui aangetrokken. Want ik had echt super koud. Deze trui is trouwens van Costus. Voor mensen die het willen weten. Ligt in heel veel winkels. Maar is ook gewoon online te bestellen. Hashtag promotion. Yes, yes. Dus ja. Goed verhaal dit ook. Nee, maar ik ga lekker de hele avond chillen. Gewoon verder niet heel veel uitvoeren. En gewoon super fijn. Niks doen. Heerlijk. En dan neem ik jullie morgen sowieso gewoon weer mee. Als ik mijn wimpertjes ga doen. En zelfs mijn nagels. Ik wil nog een leuke Insta-foto maken. Oh, en die Insta-foto is zo leuk geworden van vanochtend. Oh mijn god. I love it. Dus volg me nog niet op Instagram. Ga zeker even kijken. Good morning. Het is dinsdag. En ik ben al een tijdje wakker. Het is nu 11:50. En over een half uurtje moet ik weg. En dan ga ik mijn wimpers doen. Ik ga weer een wimperextensie zetten. Fucking veel zin in. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga me nu even aankleden. Ik hoef dan toch geen make-up op. Dat doe ik allemaal na die tijd. Dus ik ga me even aankleden. Mijn haar weer even fixen. En dan rustig die kant op. Dus dat ga ik even snel doen. En dan zal ik eens even mijn outfitje en alles laten zien. Zo, ik laat heel even mijn outfit zien. Ik heb dit paarstopje aan van de H&M. Mijn groene Daily Paper broek. Ik heb gewoon hele simpele Nike's eronder. En mijn tasje van Essential neem ik even mee. Qua kettingen die ik om heb is deze van de Edit Studio. En deze is van het tweedehands marktje. Dus dit is gewoon even een heel simpel outfitje. Gewoon even super chill zittend. Lookje ook omdat ik anderhalf uur moet liggen. Dus dat is best wel heel erg lang. Dus dan wil ik ook gewoon even iets chills aan. En dan ga ik waarschijnlijk als ik thuis ben. Als ik mijn make-up heb gedaan en alles even gewoon goed aankleden zeg maar. Terwijl dit eigenlijk best wel een lekker lookie is. Maar oké. Okay. Dus dat... Dus ik heb me aangekleed. Over 10 minuutjes moet ik weg. Dus ik ga beneden nog even snel even drinken. En dan die kant op. Wat is die nou voor? I got lashes. Ik heb nieuwe wimpers. En ik ben zo happy. En ik ben nog steeds make-uploos. Dus hè? Gaat er ook alweer heel anders uitzien met make-up. En ik ben zo blij dat ik gewoon nu lekkere wimpers opgeknald heb. Gewoon elke dag als ik wakker word. Gewoon top. Dus ik ben heel erg blij. Ik kijk nu heerlijk RuPaul's Drag Race Season 11. Dus daar ben ik heel erg lekker aan het kijken. En ondertussen net een kopje koffie gehad. Heel stiekem pepernoot eten. En ja. Dat eigenlijk. Ik ga me zo lekker even lekker make-uppen. Gewoon heerlijk. En ik ga misschien even verder met mijn extensions. Want ik heb laatst extensions gekocht. Maar ik moet zelf die clips eraan naaien. En ik ben elke keer... te lang om te doen, maar misschien ga ik het nu even doen terwijl ik RuPaul's Drag Race kijk. Dus ja, maar verder gewoon chill, chillax. En vanavond mijn nagels doen bij Lies, dus dat is heel erg fijn. Finally. Ja, dus het is echt een lekker beauty dagje slash chill dagje slash heerlijke vrije dag. Zo, ik heb even lekker... make-up gedaan en ik had het heel erg leuk al mijn extensions in gedaan. Want ik had er dus een paar bij gemaakt. Het lijkt al echt ergens op de foto. Wacht, ik moet even een foto laten zien. Want ik was natuurlijk vergeten te vloggen. Dus even kijken. Een goede foto. Pak ik even in mijn hoodie. Kijk, dit zag er echt al wel... best wel geslaagd uit. Ik moet er alleen echt nog wel een paar bij maken. Maar ik ben vrijdag vrij. En ik heb net te horen gekregen dat ik zaterdag ook vrij ben. Ik zou dan eigenlijk voor Mac moeten werken. Maar ze zeiden van, joh Sas, je bent lekker vrij. Eigenlijk zie ik hem heel erg blij mee. Want dan heb ik vrijdag en zaterdag gewoon een lekker weekend. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Vrijdag ga ik dus even die extensions verder afmaken, indoen. Misschien ga ik dan mijn haar krullen, kijken hoe het er dan uitziet. Want ik ben heel erg benieuwd. En ik heb zelfs verjaardag, dus dat is helemaal gezellig. Misschien kan ik ze nog wel inlaten. En dus nee, ik heb nu make-up gedaan en het ziet er nu al heel anders uit met mijn wimper extensions. Maar ik ben echt super happy. Het is gewoon verder, ik hoef alleen maar mijn basis op te gooien en ik zie er gewoon goed uit. Dus dat is top. Nu heb ik echt ultieme chill mode met deze trui en deze trainingsbroek. Het lijkt echt alsof ik hier een pili heb, maar dat is niet zo. In ieder geval, dus chill mode aan en ja, chillen.
Zo, ik ben lekker vrij en ik loop nu in het zonnige Zwolle richting naar station. Echt super lekker dat het zonnetje schijnt. Echt heerlijk. Het is nog wel wat fris, maar echt wel lekker te doen. Dus kan ik ook zo lekker naar huis fietsen in gewoon dit weer. Echt, dat is heel erg fijn. Het was best wel een chille dag. Het was helemaal niet heel druk, maar we hadden genoeg te doen. Dus we hebben echt lekker geknald van vandaag. Het was echt gezellig. Dus dat, nu weer lekker naar huis. Vanavond weer ultiem chillen, lekker douchen. Want ik mag eindelijk weer met mijn wimpers. Want dat is echt heel irritant. Je mag gewoon een 24 uur niet douchen. Dus nu mag ik eindelijk weer douchen en daar heb ik heel veel zin in. En ik ben nu ook op station, dus ik ga het lekker even overheen erbij pakken. De trein in. Als het goed is, is mijn trein er zo al. Dus dat is helemaal toppie. Dus mijn wimpers zitten alleen wel een beetje door de war, maar... Oh, bijna aangereden. Goed. Good morning. Het is donderdag en ik moet vandaag lekker werken voor Mac. Helemaal zin in. Ik moet naar Hengelo vandaag. Het is van 12 tot 9, dus het is echt wel een pittig dagje. Maar ik ben hierna 2 dagen vrij, dus wat zeur ik. Ik heb make-up gedaan, ik heb heel licht oogschaduwlookje gedaan. Verder gewoon lekker glowy skin. Haar even een beetje gekruld. Het is nu nog echt heel heftig. Maar ik hoop dat het zo gewoon nog een beetje inzakt. Dus dat, ik ben lekker all blakka. Nee, gewoon lekker all black. En ja, Mac is black, hè? Dus ik ga nu even lekker ontbijten. Ik heb ook fucking veel honger. Ik heb als het goed is gewoon echt een uur om te ontbijten, weet ik het allemaal. Dus dat komt wel goed. Spullen heb ik gepakt. I'm ready to go. Dus, en ik moet even kijken wat ik ga downloaden voor in de trein. Want heel vaak als ik in Hengelo of een plaats wat gewoon wat verder weg is. Als ik moet werken dan, en het is vroeg, dan doe ik mijn make-up in de trein. En dan maak ik gewoon het uur of anderhalf uur dat ik moet reizen vol. Nu is mijn make-up al gedaan. Dus ik ga denk ik gewoon even een serie of iets downloaden. Zodat ik dat lekker in de trein kan kijken. Ja, is dat. Ik ga lekker ontbijten. Helemaal zin in. Ik moet even kijken wat ik ga eten. Maar ik heb denk ik wel een lekker ideetje. Oh jongens, oh, jullie zien me helemaal niet. Maar ik ben in Hengelo. Oh, en ik ben zo fucking moe. Dit is niet normaal. Ik heb net echt gewoon half in de trein geslapen. Ik dommelde heet het weg. Alleen maar aan het gapen. Dus ik ben gewoon echt heel erg moe. Ik heb geen idee waar het door komt. Maar ik denk oprecht dat ik gewoon toe ben aan 2 dagen weekend vanmorgen en zaterdag. Maar oké, okay. Ik ben in ieder geval in Hengelo en het is echt heel erg kort van station naar Douglas lopen. Dus ik ga er nu lekker heen lopen. Ik ga lekker knallen vandaag. Het wordt dus een lange dag, maar ik heb al besloten, ik ga lekker een frietje eten vanavond. En ja, dat dus. Dus ik weet niet meer wat ik wil zeggen, ik ben zo moe. Oh mensen, ik ben thuis. En ik ben moe. Wacht, ik zet jullie heel even ergens op. Zitten jullie iets hoger? Ja, nee, ik ben thuis. Oh, ik ben helemaal gesloopt. Het is nu, denk ik, tussen 11 uur en 11:45. Wacht, ik heb hier telefoon. Hoi. 11:08. En ik heb de make-up eraf gehaald. En nu klaarmaken voor het bed. Oh, maar ik ben echt helemaal kapot. Het was echt een lange dag. Het was best wel rustig. En, maar ik heb nog wel echt heel erg leuk. Ik ben me nou opgemaakt. Echt super leuk. En het is ook echt heel erg mooi geworden. Kijk even op mijn Instagram. Make-up bij Sas. Ik zal die er ook even onder linken. En daar staat wel een foto op. Dus die is heel erg leuk geworden. Die is echt top. En het was ook mega gezellig om dat nog even te doen. En in de trein heb ik gewoon eigenlijk praktisch geslapen. Echt gewoon net als vanochtend. Echt heel erg. Maar ja, maar ik heb weekend. Oh mijn god. Ik heb weekend. Ja, echt zo lekker. Dus ik ga nu ook lekker slapen. Ik ga morgen uitslapen. Dus gewoon wakker worden zonder een wekker. Zal alsnog heel vroeg zijn. Maar het is toch anders wakker worden met of zonder wekker. Dus dat ga ik doen. En chillen. Klaarmaken. Ik ga mijn extensions weer in doen. En ik wil even een leuke Instagram foto maken morgen. En dan komt 's middags Dylan naar mij toe.
Vanuit school. En dan gaan we naar de verjaardag van Rinus. Mijn schoonbroer. En of zwager, maar net hoe je het wil noemen. En dan... Ja. Dat eigenlijk. Dit is heel erg leuk. En dan zaterdag vrij. En dan zaterdag nageltjes doen. En dan weer eind van de middag naar Almere toe. En dan ga ik lekker een avondje met Dylan. Dus dat is een beetje de planning van aankomende dagen. Ik ga nu lekker slapen. Dus wel trusten. En ik zie jullie morgen weer. Good morning. Lekker ochtend hoort wel. Oh, het is 10:00. En ik ben nu wakker. En nu zijn de buren gestopt. Maar vanaf vroeg tot nu waren ze gewoon de hete tijd aan het boren. En gewoon hier precies naast mijn kamer. Ook bij hun op zolder, zeg maar. En wat een kabaal. Ik kon gewoon echt niet meer slapen. Dus nou ja, ik ga er nu maar uit. En Dylan komt wat eerder hierheen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Heb ik heel erg zin in. Want hij is om 11:30 klaar met school. En dan moest hij alleen nog even naar huis. Dan komt hij daar naar deze kant op. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ja. Dat. Ik ga nu maar mijn dag starten. Dag. She got long and thick hair. Gewoon wat anders. Maar ik voel het wel of zo. Ja, ik heb wel het idee dat je kan zien van, goh meid, dat is niet echt. Maar aan de andere kant heb ik daar ook echt scheid aan. Oh, kijk deze oh my glow ook. Hoi. Oh, wat heerlijk. Lekker lang. Of nou ja, heel lang is het ook weer niet. Maar gewoon wat langer. En nu nog even lekker outfitje aan. En ik heb echt nog gewoon een trainingspak aan. Hoi. Oh, ik voel dit wel hoor. Nou ja, Dylan komt straks. Die rijdt zo van huis weg waarschijnlijk. Dus die is hier dan over een uur. Maar dan wil ik even kijken of dat hij... Moet hij even checken of de achterkant goed zit. Maar even... Oeh. Insta-foto's maken. Ik heb net even een foto gemaakt voor Instagram. Ik heb een samenwerking namelijk met Ideal Sweden. Dus ik heb dit hoedje even gefotografeerd. Ja, ik heb een kortingscode van 20%. Kijk zeker even op mijn Instagram als je wil weten wat de code is. Dus dat staat dan allemaal op Instagram. Dus ik heb even een foto gemaakt. En als het goed is, is het wel leuk geworden. Ik heb het gewoon verder heel simpel gehouden. Dus nou, ik heb die foto. En ik heb dan nog een foto gewoon... Cute, weet je. Gewoon van mezelf. En doe ik zo van... Swipe voor het hoesje. Weet je wel? Gewoon dat. Dus dat heb ik net even gedaan buiten. En ik moet nu even lunchen. Ik heb nog steeds geen idee hoe laat Dylan komt. Ik dacht net over een uurtje. Maar nu is het weer anders. Dus ik zie het wel. Ik zie wel verschijnen. Ik kan alleen maar naar mezelf kijken. Naar mijn haar zitten. En... Oef. Al wat erg dat ik zo... Kapsonis en zo heb. Maar ja... Het is gewoon zo. Ja, wat ga ik lunchen? Oh mijn god. Ik heb toch geen idee. Ik vind het altijd echt lastig. En ik moet niezen ook. Oh mijn joddy. Ik heb ook helemaal nergens zin in. Huh? Oh nee, maar ik zie het wel. Ik ga even kijken. I have changed my outfit. Ik weet niet, ik had die jurk aangetrokken voor de foto vooral en ik had blote benen. Was niet, ik heb ook geen goede panty meer, dus was niet heel erg warm voor vandaag. Dus nu heb ik dit blouseje aan, overhemd, gewoon tweedehands. Riem, kostes, ook broek is ook trouwens vintage en mijn stippen. Wacht, moet ik even goed laten zien. Mijn stippen, Comme des Garçons, X All Star, sneakers. Dus dat heb ik gedaan. Ondertussen kijk ik RuPaul's Drag Race. En ik moet nog steeds lunchen. Ik doe allemaal dingen. Behalve lunchen. Dat is belangrijk. Oh, ik ga echt helemaal stuk om haar. Oh mijn god. Oh, ik weet al wat ik kan lunchen. Ik heb gewoon afbakbroodjes. Hoi hè. Oh, ik moet ook echt stoppen met het hoi hè. Marit, je hebt me aangestoken. Good morning, het is vandaag zaterdag en ik ben vrij en ik ga nu zometeen op weg naar Stadshagen. Want ik ga naar Lies en ik ga daar mijn nagels doen
En ja, het is gewoon super leuk. Ik heb even snel mijn haar ingeklipt. Net als gisteren, want ik had nog een beetje krul in mijn haar. En mijn extensions ook. Dus ik dacht, nou, ik klip gewoon lekker mijn haar in. Kan ik ook zo zien? Nee. Maar ja, dus ik dacht, ik klip mijn haar gewoon lekker in. Dan zie ik er nog een beetje verzorgd uit. En ik ben heel erg blij dat ik wimper extensions heb. Want nu hoef ik geen make-up op te doen. Ik zie er nog steeds flawless uit. Grappie. Dus, ik ga nu ook nog even snel ontbijten. Ik heb even snel iets aangetrokken. Deze neon hoodie van Costes. Ik heb deze cargo pants aan. Geen idee waarvan. En mijn stippen All Stars. Echt heel erg bij elkaar geraapt lookie. Ja, ik hoop dat mijn haar een beetje goed geblend is ook. Maar, en anders heb ik scheid aan de overheid. Dus het ziet er gewoon flawless en fabulous uit. Ik heb ook zoveel complimenten gekregen gisteren. Zo leuk. Dus I like. Oh, ben ik irritant. Oh my god. Oké, nee, maar ik... Oh, ik moet dit lampje even uitdoen. Maar ik ga lekker ontbijten. Nog even, nou, in ieder geval even een koffie drinken. Laat ik zo zeggen. Waar is mijn tasje? Van Sasje. Deze... mee, die om, blazer mee, en let's go. Ik ben op het station aangekomen, en halleluja, wat heb ik het warm. Ik onderschat gewoon altijd het weer. Ik heb ook met capuchon opgefietst, zodat mijn extensions niet naar de tyfus gaan. Kunnen jullie zien? Hoi hè? Dus dat. En ik heb dus normaal altijd heel veel make-up op. Dus dan verstop ik gewoon mijn poriën. Dus dan komt er geen zweet doorheen. En nu heb ik alleen een stroke cream op. Nou, en ik voel het zweet toch op mijn kop staan. Niet te doen. Nou, ik ga nu lekker wachten op de trein. En dan naar Stadshagen en mijn nageltjes doen. Oh, ik heb er zoveel zin in. Het kan echt niet. Kijk dan. Zo goor. Gadverdamme. Beyoncé. Woe. Nee. Ik ben nu weer op station. En mijn nagels weer gedaan. Yes! Echt zo pretty. Heb ook een glittertje even op twee nagels gegooid. Dus het is hier helemaal mooi. Lekker donker. Ik zal nog even kijken of ik het zo wat beter kan laten zien. Kijk die glitters. Hoe gezellig. En het is er. Oh. En het is gewoon weer super mooi. Dus ik ben echt heel erg blij. En nu ben ik weer bij de trein. Gelukkig op tijd. Dus die komt waarschijnlijk er al zo aan. Die gaat om 10 voor. Gaat die weg. Dus dan ga ik thuis nog even weer omkleden, even lunchen, dat soort dingen. Misschien nog even wat andere dingen doen. En dan ga ik vanmiddag lekker naar Amsterdam. Oeh, oh my god. Hij vloog echt voor mijn hoofd. Oh my god. Ik ben in Amsterdam aangekomen en ik ben nu in de Primark. Dus het is zo chaotisch. Dus ik kan ook niet heel veel vloggen. Maar ja, het is zo fucking druk in Amsterdam, oh my god. Hey allemaal, goedemorgen. Het is zondag. En ik heb eigenlijk gisteren helemaal niet meer gevlogd. Maar s'avonds zijn Dylan... Ik ben nog bij Dylan op werk langs geweest. En toen... Ja, toen ben ik daar even gaan wachten totdat hij vrij was. En toen... zijn we gewoon naar het station gegaan en hebben we daar gegeten. We waren gewoon met heel het gezin thuis. Dus we hebben gewoon lekker gechilled. Best wel vroeg ook geslapen. Daarom beide gewoon echt mega moe. Dus nu is het zondag. Ga ik lekker werken. Ik ben op weg naar werk. Ik heb het nieuwe pak aan die ik bij Primark heb gekocht. Echt fucking tof. Deze haarband ook. Die had ik al in zwart. En ik zag hem nu in Amsterdam ook in het bruin hangen. Toen dacht ik, oeh, I like. Ik heb lekker neon oranje op je ogen. Gewoon lekker funky. Dus het is ook echt prachtig weer. Dus ik baal ervan dat ik moet werken. Maar ja, gisteren was het ook prachtig weer. Toen was ik vrij, dus ik mag niet zeuren. Dus ja, gewoon een lekker dagje. Ik ben happy vandaag, dus ja, eigenlijk altijd wel. Maar hè, dat helpt toch weer. Dus ik ga ook. Ik moet even checken of ik... Oké, ik wil zeggen dat ik geen rare kont in dit ding heb. Nee, maar ik zie jullie vanavond nog. Mijn ouders zijn op vakantie. Dus ik ben lekker 2 weken alleen thuis. Heerlijk. Dus ja, dus ik moet ook voor mezelf gaan koken. Dus vanavond ook. En dan boodschappen en alles doen. Dus ik ga vanavond lekker voor mezelf koken. En het was niet een hele interessante vlog deze week.
Want ik heb het gewoon. Ik weet niet, ik moet er gewoon even inkomen dat ik meer detaildingen film. En meer kleine leuke dingetjes ook. Dus ik ga het volgende week wat meer proberen. Dus ja, ik ga lekker werken. Ik zie jullie vanmiddag weer. Doei!